Hey, Goedemorgen iedereen, welkom in een nieuwe video. Uh, ik ga vandaag wat kaarten gebruiken uh, om op die manier een boodschap door te geven. En, uh, maar vooral hier dat uh, we daarmee uh, verder gaan, wou ik eigenlijk nog uh, iets meegeven. Iets wat ik merk uh, bij heel veel klanten, eigenlijk bij elke, iedereen die ooit met mij samen gewerkt heeft. Ik heb het vroeger zelf ook gedaan. Um, en ik zie het nog steeds gebeuren bij heel veel mensen. Nu, wat is het? Ze proberen iets te manifesteren. We, iedereen probeert iets te manifesteren. Maar het probleem is dat um, we zodanig gefocust zijn op het, het tekort, op de situatie dat we zouden willen veranderen, dus op onze frustratie, op ons, uh, iets, of iemand die er nog niet is. Uh, bijvoorbeeld door gewoon ook te zeggen: ik mis jou. Gewoon uh, ik mis jou wil zeggen. Van uh, ik geef aandacht aan het feit dat jij hier niet bij mij bent. Waardoor hij eigenlijk voeding geeft aan die situatie. En ik snap het wel. Ik, ik zeg, gebruik die woorden ook nog uh, ten aanzien van mijn tweeling. Maar begrijp op dat moment dat je eigenlijk niet vanuit die verbindingen, vanuit die eenheid communiceert. Maar vanuit het feit dat je fysiek bijvoorbeeld niet samen bent. Nu, um, het was tijdens een gesprek deze ochtend in de auto met mijn uh, dochter. Um, dat ik zoiets had van ik moet daar ook een video over maken en ik moet dat mensen uitleggen. Vaak tijdens sessies dan ga ik nooit bevestigen waar dat iemand zit in zijn slachtofferstuk of een trauma of een wonde of wat dan ook dat die heeft meegemaakt. Waarom? Die mensen komen bij mij omdat ze zich beter willen voelen, omdat ze vooruit willen, omdat ze een probleem hebben en ze zien de oplossing niet. Nu. Dat is één van de grootste redenen waarom ik bijvoorbeeld niet in de therapiewereld uh, ben gaan werken met mijn psychologiediploma. Maar er bewust voor gekozen heb om in de coachingwereld te gaan stappen. En dan naar mate van tijd het gaan doen vanuit uh, mijn uh, waarden en van de dingen die ik doorkreeg natuurlijk. Maar de reden daarom is omdat in, thera in therapieën wordt er vaak iedere keer teruggekeerd naar het verleden. Want het verleden hebben we al duizend keer geleefd. Je hebt het al ervaren en uh, de ervaring is vaak als je in therapie bent dat dat verleden eigenlijk niet zo leuk was. Dus daarom ga je naar therapie, omdat je het wel gaat verwerken, je wilt het loshouden. je wilt de dingen veranderen. Maar dat is nu net een van de dingen dat de universele wetten doen. Ze brengen jou waar je je aandacht aan geeft, waar je je voeding aan geeft, waar je je focus naar legt. En dus, telkens wanneer je in, um, in, in een zit, of in uh, zelfs gewoon over je situatie spreekt. En als je tegen je vriendin, of tegen je moeder, of wat dan ook, dan ben je je constant voortdurend aan het uitleggen, voortdurend aan het verklaren. Um, en het enige dat je daarmee doet, is jezelf vasthouden in dat slachtofferstuk, Is jezelf vasthouden in hetgene wat je het liefst van al zo snel mogelijk van af wilt. Dus daarom ben ik vaak heel streng met mensen waar, dat, waar dat ik één op één mee samenwerk. Omdat het hen ook niet dient. Om daar altijd maar in die pot te blijven roeren. Mensen komen naar mee en willen maar mee samenwerken. Omdat ze daaruit willen. Omdat ze vooruit willen. Niet om elke keer, maar elke sessie weer opnieuw over hetzelfde te gaan blijven. Um, um, blijven gaan bespreken en gaan uitleggen en gaan verantwoorden. Want net op dat moment voed je hetgene wat, dat, wat dat jou slecht laat voelen. En dat is net het, het stuk waar, waardoor dat je... Moet gaan begrepen dat wanneer je dat blijft doen, dan bleef je jouw energie van aantrekking, je punt van aantrekking voortdurend sturen naar hetgeen dat hij dat niet wilt. En dan kun je nooit, maar dan ook nooit, iets anders gaan aantrekken en gaan ervaren in jouw wereld. Bijvoorbeeld wanneer dat er periodes waren dat, dat ik um, uh, niet wist van oké, okay, hoe ga ik mijn rekening morgen betalen, bijvoorbeeld, dan was ik me heel bewust van dat ik daar niet moest op focussen. En dat is ook het stuk waarin dat ik nog steeds niet begreep waarom dat er datums staan op facturen. Want dat is ook weer een punt van controle, maar dat is voor een andere video. Maar het gaat erover dat je heel bewust bent van wat je wilt gaan aantrekken, wat is dat je wilt gaan ervaren. En richt al je energie daarop. Wees open voor overvloed. Focus op datgene, de gedachten. De, de visie, het beeld dat je blij maakt, dat je zo een gevoel heeft, en niet op het geheim dat je zo um, negatief en down en depressief en wat dan ook mee voelt. Nee, want dat helpt je niet verder. Dus dat is ook de reden waarom um, dat ik er ook voor gekozen heb om um, minder één op één te gaan werken, omdat dat patronen zijn dat, we, dat heel veel mensen tegenaan lopen. Mensen vragen hoe is het en wat ga je vertellen de dingen die slecht gegaan zijn. Maar je kan even zeggen: van ja, oké, okay, alles is goed, alles loopt op schema, alles is goed zoals het moet gaan, elke dag gaat beter en beter. Voel je het verschil waarin dat je uh, staat? En dat is hetgeen wat het meest uh, belangrijke is, waar je moet bewust over zijn: van wat is mijn punt van aantrekking? Dus om het gewoon toe te passen op iets dat je nu wilt aantrekken in je leven, stel je zelf de vraag: van, uh, hoe vertel ik daarover? Want hoe je erover vertelt, hoe je het gevoel hebt dat je daarin moet dingen uitleggen en verklaren, dat is dus eigenlijk verantwoorden slash voeden, dat is het punt waarop je het nu te veranderen hebt. Nu, um, ik ben ondertussen de tarotkaarten aan het um, schudden. Um, als je meer wilt weten over manifesteren en over. Uh, de reden waarom jij jezelf nog tegenhoudt, dan raad ik je zeker aan op de videoserie inzichten. Hoe heet het ook alweer, met betrekking tot het manifestatieproces zoals, um, gaan aan te schaffen, dat is maar 33 uur of zo, dus echt niet veel. Um, maar daarin geef ik een aantal heel belangrijke inzichten mee. Wat dat zou kunnen zijn, dat bij jou ook hetgeen is dat jouw manifestatieproces blokkeert. En dat is eigenlijk het begin van manifestatie. Weten van wat zijn de dingen waar ik eigenlijk al verkeerd over denk. Dus, uh, hoe, was, eigenlijk, wees, daar komt het op neer. Hoe meer kennis dat je opdoet en wijsheid, hoe gemakkelijker je zelf gaat kunnen uh, betrappen wanneer hij in die valken loopt van je mind. Want de mind is een, een, hele, een heel gesofisticeerd systeem. Maar tegelijkertijd zorgt het er ook voor dat we ons vaak op dat vlak constant en voortdurend gaan blokkeren en saboteren. Oké, okay. wat zien. Wat is de boodschap voor de mensen of iemand die kijkt vandaag? Oeps. Dan hebben we de, de page of wands. En oké. Okay. De Empress en de Empress. Oké, okay, wat zien we dus? Dit, ze ik Moet even zien natuurlijk. Oké, dat zijn de kaarten. Dus eigenlijk wat was het eerste wat ik hoor en de boodschap is. Dus je staat op helemaal een begin van een nieuw avontuur. En je bent in het geboorteproces, maar je ziet ook dat hier die persoon zwanger is. Je bent eigenlijk in het geboorteproces van een nieuwe wens, een nieuwe droom die verbonden is met een passie van jou. Maar die dus ook tot je hart spreekt. Maar het probleem is dat je eigenlijk nog niet volledig die eenheid hebt. Dus je ziet er die twee wanten. Uh, bij mij komt dat ook door als... Um, die balans in je eigen vrouwelijke en je eigen mannelijke energie. Dus dat je daar nog echt mag leren om daar meer gebruik van te gaan maken. Dus dat je niet uh, vanuit controleactie gaat gaan. Maar het echt naar binnen gaat. En dat Saad je ge uh, voeding geeft. Zodat het op zijn tempo kan gaan groeien. En dat is het, je grootste uitdaging op dit moment. Dat is je hero um, Waarom? Omdat je aanloopt tegen de vaste structuren. Tegen zaken dat je, dat je kent of dat je gezien hebt dat anderen, uh, het, hoe dat anderen het doen. Uh, maar er is gewoon individueel succes uh, dat... Wacht, hè. Ik ja, ben dan even aan het kijken naar de andere. Individueel succes is er. Maar het gaat belangrijk zijn voor jou. Dus als je naar binnen gaat, die maankaart ligt aan de onderkant met de Tree of ons. Dus als je naar binnen gaat en echt gaat gaan zoeken van op wat is hetgeen dat mij voedt. Waar komen mijn geest, mijn hart en mijn hoofd? Waar is het punt dat we dat samenbrengen? Maar dat is ook de Tree of Wands. Wacht, waar is het hier ook alweer? Uh, deze. Um, daar zie je ook die eenheid, mannelijke en vrouwelijke energie, brengt uiteindelijk een hele relatie, maar dat gaat ook over hart, hoofd en ziel, of hoe je het ook wil noemen. Dus eigenlijk alle elementen van je manifestatieproces moeten op één lijn zitten. En zolang dat dat niet is, kan je het gewoon niet ontvangen, kan je gewoon je manifestatie niet kristalliseren in deze wereld. Ik had hier een aantal uh, decks al klaargelegd. We gaan eens kijken wat zijn de grootste schaduwen op dit moment, wanneer je nog loopt. Ja, ik zie het ook alweer. Je gedachten. Thought, so, communication. In de zin van dat je jezelf beperkt en dus nog niet voldoende bewust bent over wat er mogelijk is. En wat krijg ik dan nog? De kaart 17 en 18. Uh, dus er is een vooruitgang, er is een progressie, we gaan vooruit, we gaan verder, we, gaan een keer, we zetten geen stappen terug, we gaan vooruit. Um, maar het grootste probleem met, uh, rond je gedachten, dus rond je mentale ego, is dat je eigenlijk niet gelooft dat succes op je pad is. Dat succes voor jou voorbestemd is, dat succes er is voor jou. En dus um, dat is het grootste, belangrijkste stuk. Ik ga ondertussen eens kijken welke vlammen dat we daarbij. Sowieso is de blauwe vlam een goede, want de blauwe vlam heeft te maken met communicatie en het spreken van je waarheid. Maar. Oké. Okay. Ja. En wat kregen we? Uh, zat Kiel met romance? Dus eigenlijk, zoals je ziet, de gouden, uh, ja, de, de oranje-rode vlam. Waarom? Omdat je moet liefdevol spreken over je projecten. Je moet liefdevol spreken over je uh, over jouw emoties, maar over je passie. Over het doel, over de visie, over je verlangen. En dan ga je merken dat doorheen de verschillende processen van uh, manifestatie en door het werken met de gouden energie, omdat de mannelijke energie is, de hele mannelijke energie, en hier is de aardsengel Sandalfon, de aarde, uh, de aardsengel die verbonden is met de aarde, dus manifestatie, dat eigenlijk je wens gaat tot um, uh, fruition, was, uh, tot kristallisatie, uh, dus tot realisatie gaat komen. Ja, soms denk ik in het Engels. Um, maar het is dus belangrijk dat je um, tussen nu en de volgende nieuwe maan. Ik zou moeten kijken wanneer dat hier nu is. Uh, maar dat je dus echt naar binnen gaat. Dat je gaat kijken van oké, okay, wat zijn de dingen die ik nog kan gaan aanpassen, uh, dat je je instinct valt. Dat je echt gaat ontdekken. Want dat helpt jou, of zou je helpen om eigenlijk het mysterie van jezelf, maar ook het mini mysterie van, uh, van manifesteren, eigenlijk. Um, te, te beheersen is niet het juiste woord, maar te, um, vooral er vertrouwen in te krijgen. Um, vertrouwen in jezelf, vertrouwen in het universum en eigenlijk vertrouwen in de universele wetten en, en het proces ervan. Dus dat, dat je niet um, uitgesloten bent van die wetten, hè, omdat je succes en um, uh, liefde en overvloed zit bij anderen, maar het is ook voor jou weggelegd. En wat kregen we dan nog? De roze gouden, uh, kosmische poel, je uh, en kosmische liefde en soak up wisdom, dus uh, de wijsheid die, die eigenlijk van de lessen van liefde komt. Het kan ook zijn dat, dat je misschien iemand bent die uh, verbonden bent met dieren ook. En weet dat ook dieren een bepaalde wijsheid in zich dragen. En eigenlijk dat ook aan ons uh, telkens doorgeven en uh, willen delen, willen leren. En dan, kijk okay, weer, oké, okay, het, 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 weer hetzelfde. Je ziet hier ook de blauwe achtige tinten met de kristal, de diamanten-energie. En hij ook, de houdt het ook aan, aan zijn hartenkristal. Dus het is belangrijk om jouw waarheid te spreken. Dus dat je eigenlijk de verbinding maakt tussen je keelchakker en je hartchakker. Je kan dat ook fysiek gewoon doen door je handen uh, daar te houden. En dat ook te visualiseren. En dan laat je die energieën, de universele vlammen, van je keel naar je hart gaan. En staat er vrijheid van waarheid. Communiceer eerlijk en wees wie dat je echt werkelijk bent. Dus dat is jezelf de vraag: waar uh, hou ik mezelf nog in? Net zoals ik net gezegd heb, waar probeer je nog te verantwoorden? Waar probeer je nog dingen uit te leggen waarom je iets wel of niet gaat doen? Dat kan zijn ten aanzien van je ouders, je partner, kinderen, vrienden, kennissen, collega's, bazen, wat dan ook. Op veel verschillende manieren houden we onszelf nog op die manier klein. Omdat we altijd het gevoel hebben, we willen de anderen ook niet shockeren, we willen de anderen ook niet bruskeren, we willen ze geen pijn doen. En van daardoor, daardoor gaan we eigenlijk niet gewoon zijn en zeggen hoe dat we ons voelen, maar gaan we gewoon ons fortuin in allerlei bochten wringen. En dat is waar we mee mogen stoppen. Maar gewoon open en eerlijk delen. Hoe dat wij het ervaren. Daarom is dat niet de waarheid van iemand anders. Maar hoe jij het ervaart. En daarin gaat uh, artsengel Metatron ook jou weer verder helpen met de diamantenenergie. Je ziet die ook. Dus je kan vragen in elke situatie uh, aan artsengel uh, Metatron. Uh, of gewoon zeggen van ik roep de diamantenvlam aan. Om door mij heen te gaan. Of om mij te helpen tijdens het gesprek met mijn baas. Of... Wat dat ook maar is. Nu, als je wil leren samenwerken met die universele vlammen, dan raad ik je aan om het traject universele vlammen te volgen via uh, platform96vlammen.be. Dat is mijn tweede website. Dus uh, de eerste is School voor Ascentie. Daar um, vind je zaken terug voor tweelingvlammen, manifesteren en ook hoe je met mij één op één kan werken. Uh, ook het Spiritueel Ondernemers traject staat daarop. Maar dus, um, sinds begint begin deze maand staat 96 Vlammen online. Uh, en dat is echt bedoeld als platform voor die krachtige tool van manifestatie, healing, um, zelfrealisatie. En dan hebben we nog als laatste boodschap: Seeing Beyond. Dus leer om voorbij de dingen te kijken die je kent. Leer om voorbij je neus <laughs> Hoe zeggen ze? Verder dan je neus lang is te gaan kijken. Um, weet dat boodschappen ook gaan komen tijdens dromen. Um, Pardon, want overdag heb je niet altijd ruimte of ben je bezig aan het werk of zijn de kinderen er of wat dan ook. En ben je niet altijd volledig in, je, in jouw energie gegrond om boodschappen te gaan ontvangen. En dan is het vaak zo dat we die gaan krijgen via synchroniciteit, maar ook via dromen. Zeker in deze uh, periode na de volle maan en zo. Dus kijk en, en, en wees open voor de dingen die op, die op je pad komen. Um, en vertrouw altijd op het eerste dat binnenkomt. Op het moment dat je het ziet, een een liedje dat je hoort. Uh, wat is het woord dat je meeste aandacht trekt? Daarom gaat het ga niet over, die lyrics, over die ganze, uh, de hele lyrics of de hele tekst, maar wel over de titel of een stukje in de tekst. Uh, Twijfel je? Vraag uitleg? Vraag extra bevestiging? Uh, en op die manier leer je echt nauw samenwerken met jouw team, met jouw begeleider. Want uiteindelijk, daarvoor zijn ze er. Dus het is er niet alleen van, kijk verder dan dat je nu zo lang is. Uh, je mag gebruik al je zintuigen. Jouw innerlijke oog, hè, zoals je hier kan zien, je derde oog. Maar ook ja, het, het innerlijke weten, ontvangen, open zijn, om boodschappen te ontvangen. Zoals dat ik uh, ze ondertussen al uh, jaren eigenlijk doe. En dan uh, een grand symfonie, maar je lag dus te boven. En... Uh, ik begreep ook waarom, omdat uiteindelijk al die dingen die we besproken hebben, dat zorgt er nog voor dat je nog niet in symfonie bent, dat je nog niet in harmonie bent, dat je nog niet in die volledige balans bent en niet in die volledige eenheid in jezelf. Dus net ook daarvoor zijn uh, leren werken met universele vlammen en daar de inweningen, de transmissies door, doorheen maken en ervaren in je fysieke leven, zal je helpen of wil met die eenheid en die balans in jezelf te gaan creëren. Uh, um, uh, nog één boodschap. Nog zien welke. Ik ga drie kaarten. Oppla, daar gaan ze. Drie kaarten met verschillende energieën. En jij kiest 1, 2 of 3. Wacht, ik ga ze even oprapen. En ze even terug. Dus jij kiest 1, 2 of 3. Um, en dat is dan de energie waar jij nu de komende week het meeste mee mag gaan werken. Dus de eerste energie is um, sereniteit. Van Aartsengel Samuel. En dat is eigenlijk de kleur. De ene gaat al eerder zien als paars, de andere eerst als roos, de andere als een combinatie met wit en roos, diamant en roze. Dus volg hetgeen we de acht bij jou binnengekomen. Dus dat is de eerste kaart. De tweede kaart is geduld, Aartsengel Michaël. En je ziet, het is ongeveer dezelfde kleur als de eerste, maar er zit wel een verschil in. Het is ook een andere energie, een andere aartsengel. Dus het is niet volledig exact dezelfde. Hier krijg ik ook echt bij dat het belangrijk is om in combinatie ook met de blauwe vlam te werken hier. Want Michael is ook blauwe vlam en is ook uh, communicatie. Dus die, die, uh, de piramides waren eigenlijk een manier om informatie te ontvangen en te gaan communiceren met andere dimensies, andere sterrenstelsels. Dus bij jou is uh, communicatie... Oh, oh my god. En de tweede is Gabriel. Dus de, de aardsengel van uh, communicatie. En dat is echt wel de blauwe vlam. En wat staat erbij? Balans. Balans. Oh my god. Je kunt echt niet. Je kunt zo hek niet bedenken. Dus, misschien zijn er mensen die zeggen alle drie. Wel, dan is dat eigenlijk de samenvatting van uh, de reading. Dus wees sireen, Heb geduld. En dan gaat die balans er automatisch wel komen. Maar het is belangrijk om uh, in jezelf en uh, uh, en jezelf die, die eenheid te vinden, die balans te vinden. En uh, dan gaat dat ook weer naar de buitenwereld gespiegeld worden. Wauw. Zo, so, dat was het voor deze video. Ik wens jullie alvast een heel fijn weekend. Uh, en dan mag ik zien, uh, ben ik volgende maandag opnieuw online met een nieuwe video. Tot de volgende! Dag!